Ja, ik weet niet, hij ook hoe hij dat helemaal zo vertelde. Met dan gingen die vingers zo in die, door die darm zo omhoog. En hij kon het dan en ontvangen. En ja, hij was gewoon de ultieme jurisdate persoon. In deze serie date ik met mensen die je in het dagelijks leven niet zo snel tegenkomt. Ik weet wel waar we over gaan praten, maar nog niet met wie. Nooit meer drugs of nooit meer presenteren? Nooit meer drugs. Een grappig of een zwaar onderwerp? Zwaar, wel. Liever trotse ouders of kijkers? Oeh, nou, ik weet dat mijn ouders hopelijk trots zijn, dus kijkers. De vragen stellen of zelf beantwoorden? Nee, sowieso stellen. Mijn allereerste gast is Jurre Geluk. Hij presenteerde Jurre's Date. Hey Ralf. Hey Jurre. Hey. Ga zitten. Oh, dank je. Ja, dat is gek hè? Ja, dat is gek. Ja. Hoe is dat nou om hier te zitten? Gek, maar het voelt ook goed. Ook een beetje vertrouwd hè? Het voelt ook... Nou nee, het voelt niet vertrouwd. Kijk hoeveel beter het eruit ziet. Ja, wat vind je ervan? Ik vind het mooi. En ik heb trouwens iets voor je. Wat is dit? Ja, spannend, hè? Ja. Huh? Heb je er zin in? Ja, ik weet het niet. Draag je het stokje nu over? Ja. Holy shit. Is het stokje? Stop die maar in je reet. Ja, ik ga er even goed op zitten. Pomp. Nee, maar wacht. Iedere opname. Volgens mij moeten we eerst even... Volgens mij moeten we eerst even uitleggen wat er, ja, wat er namelijk gebeurt. Want, helaas... stop jij met Jurre's Date? Ja. Dat is een eigen keuze. Ja, het is eruit. Het is eruit. Ja, het is eruit. Ik heb het jaren gedaan en ik... Nou, weet je, wat zo leuk is aan spuiten slikken... Ik was is nog dat... niet klaar. Okay. Ik merk dat je gelijk weer in de presentatorrol gaat. Ja, maar nee, het is goed dat je dat... Ik neem nu even over. Ja. Want het wordt nu namelijk Ralf's Blind Date. Blind? En, ja. Dus ik weet niet met wie ik ga praten. Niet? Ik weet wel het verhaal, maar nog niet met wie. En, zo ga ik dat interview. Dus nou, bij jou wist ik dat wel. Jij bent mijn eerste gast. Maar, maar dan is het dus... En je bent nieuw bij Spuiten Slikken en je weet niet wie je gaat interviewen. Ja, dat is niet normaal. Ja, dus het kan zomaar heel erg gaan floppen. Dat weet ik niet. Je hebt wel echt ballen. Ja, ja. Ja. Maar jij bent mijn eerste gast. Ja. En dit is dus eigenlijk een beetje bedoeld om terug te blikken. Maar ook om even alle tips en tricks te verzamelen. Weet je nog hoe het voor jou was toen jij begon? Ja, dat weet ik nog wel, want ik denk dat we kwamen toen net uit dat we met Spuiten Slikken live in de studio waren. En het was echt live. Dus het was echt zo, dat was, nou ja, dat duurde ook maar één seizoen. Ik wilde gewoon iets waarbij ik een beetje de tijd had voor mensen, zeg maar. In plaats dat je toch wel vaak bij andere items gewoon zo, we hebben een uur en zo. Ja. Dus dat, ik denk dat ik daar heel erg naar uitkeek. Maar wat ik wel spannend vond, was dat ik dacht van... Oké, we gaan het hebben over iemand die grotere schaamlippen heeft. En dat je dan gewoon denkt van... Oh ja, ik hoop dat diegene zich gewoon veilig en chill voelt. Weet je, om dan met je kop zo erop te komen. Waarom ben je ermee gestopt eigenlijk? Nou, dat is niet, dat komt niet door Jurre's Date of zo. Vond je de mensen niet meer leuk? Het werd gewoon saai. Ja. Hey, het was gewoon tijd om een keer te stoppen met Spuiten Slikken, zeg maar. Omdat ik weer voor de derde keer in een luier ergens zat. En ook, je moet ergens ook gewoon je nieuwsgierigheid blijven houden. En dat is ook bijvoorbeeld het leuke aan jou. Dat je dan gewoon... Ja, je moet heel veel dingen nog ervaren. Jij bent de kijker. En de kijker zit, nou, 9 van de 10 keer ook niet zo vuistdiep. Mm. Ja. In deze wereld. Vist diep. Ja. En, dus daarom is het ook heel gezond dat ik wegga. Wat vond je moeilijk aan Jurre's Date maken? Nou, niet te lang draaien. Nee, ik zat soms gewoon 2,5 uur zat ik met iemand. 2,5 uur? Ja. Dus ik denk dat ik dat lastig vond. Want soms dacht ik, oh, er is zoveel vertellen. En hoe breng je daar structuur in aan met iemand? En ik vond altijd dus ook wel de grootste uitdaging van iemand op zijn gemak stellen. Ja. En, want als iemand op zijn gemak is, dan krijg je ook gewoon het chillste verhaal. En ik denk dat er toch altijd ook... Je bent gewoon bang dat je een soort internetgekkie wordt. En ik denk dat we daar met Spuiten Slikken daar heel erg tegen vechten nog met wat Spuiten Slikken vroeger was. Namelijk dat er dan gewoon... Dat ging echt om sensatie en... Dat stadium zijn we nu voorbij. We willen denk ik nu juist gewoon gesprekken voeren. Gewoon normale gesprekken voeren over, nou, misschien bijzondere dingen.
Maar ik hoop wel dat we, nou, misschien ook door dit format, weet je wel, dat ik mensen... Ik ga het weer helemaal verneuken, denk ik. Stop eens in je reet, stop eens in je reet. Mag ik eens zien? Laat zien dan, hoe groot. Ja, dat het gewoon veiliger voelt, zeg maar. En dan moet je er maar op vertrouwen dat ik het op een goede manier ga laten zien. Ja, dat, want hoe voelt dat voor vertrouwen. Jou dan? Ik stel je de vragen. Nee. Wel. Oké. Okay. Nee, niet. Het is toch leuk als ik wat terugvraag? Oké, okay, doe dan. Trut. Ja, vind jij dat spannend? Ik vind wel dat een hele grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Als iemand iets heel intiems vertelt... En ik kan daar niet op de juiste manier op reageren. Dat zou ik niet fijn vinden. En ik zou ook willen. Dan ben je bang dat je niet goed reageert dan? Ik ben bang dat ik soms dan misschien te hard reageer of de verkeerde vragen stel of niet empathisch reageer. Want het liefst wil je natuurlijk dat iedereen hier blij naar terug kan kijken. Ja, maar ja, je kan ook niet ruiken wat iemand prettig vindt. Dus dat is ook gewoon een ding waar je gaandeweg achter moet komen. Wat vond je dan het moeilijkste gesprek om te voeren? Is er eentje die er bovenuit springt? Ja, pedofiel. Dat was wel spannend. Ja, tegelijkertijd van... Weet je, ik smul ook wel van die verhalen. En jij natuurlijk ook. Dus bijvoorbeeld met die pedofiele dame dacht ik gewoon... De hele tijd dacht ik van... Wow, weet je, nu hebben we gewoon zo iemand... Heb ik iemand zo iemand tegenover me? En wat knap dat ze dat dan durft. En maar tegelijkertijd... Voelde ik ook de hele tijd dat ik dacht van... Ja, niemand kan naar jou luisteren. Want het druist zo tegen alle... principes in. Dus dat vond ik gewoon heel lastig, dat ik dacht van ja, hoe kunnen we dit nou goed vertellen? Ik heb deze verlangens, ik heb deze gevoelens en of ik het nou wil of niet, ik zal ermee moeten leven. En wat dat betreft sta ik er nu wel achter. Maar vind je het erg dat ze er zijn? Ik heb er een hele tijd wel moeite mee gehad, maar tegelijkertijd doe ik niemand kwaad met mijn verlangens. Maar bijvoorbeeld iets als poepseks bijvoorbeeld. Hoe zet je dan dat gevoel in je uit dat je denkt, gadverdamme, poep. Of ik weet niet, misschien heb je dat helemaal niet. Maar... Nee, ik ben dus echt een groot poepfan. Nee, maar echt. Nee. Jezus. Had ook gekund. Zeg nou even. Je vulde dat wel al voor nee, me in. Nee, helemaal niet. Niet zo met dat vingertje gelijk. Ja, ik vind poep niet lekker, zeg maar. Maar ik was wel gewoon heel benieuwd naar hoe dat dan is. Maar waar ik eigenlijk dan ook het liefst naartoe wil, is dat ik iemand ontmoet die er zelf ook van houdt, zodat we er samen mee kunnen knuffelen. Ja, ik heb wel eens gezien in filmpjes dat mensen elkaar zoenen als ze het in de mond hebben. Dat wil ik graag ook een keer. En dan wil ik het op die manier ook verder verbreden. Maar ik zou ook denken van, de opties zijn toch eindeloos? Van, je kan zoveel dingen, denk ik, met een drol. Van, je kan doen alsof het een lolly is. Van, is überhaupt terugstoppen, is dat nog een ding? Terugstoppen heb ik nog niet geprobeerd. Ik moet zeggen, ook over nadenken, lijkt me dat wel een keer leuk om te doen. Heb ik je nu op een ideetje gebracht? Misschien wel, ja. Wat is dan het doel van jou voor deze video? Wat is dan wat je wil met zo'n interview? Mijn doel is gewoon, en dat is bij alle jurisdates, dat ik gewoon hoopte dat we dus zo'n chill gesprek erover konden hebben, dat misschien uit die hele reeks je een keer een video kijkt en dat je denkt, oh my god, dit heb ik ook. En dan denk ik dat je wereld gewoon zo chill wordt ingekleurd, zeg maar. En welk item vond je dan het grappigst? Waar heb je het meest over kunnen lachen? Ik denk wel visten. Ja, toch weer dat visten de hele tijd. Ik vond het zo leuk aan zijn energie dat je dan iets vertelt wat spannend is en wat misschien niet heel veel mensen delen. Maar dat je daar dan toch zo... Je zag echt de twinkeling in zijn ogen, zeg maar. Ook hoe hij dat helemaal zo vertelde met dan gingen die vingers zo in die, door die darm zo omhoog. En hij kon het dan en ontvangen en ja, hij was gewoon... Hij was echt de ultieme... jurisdate persoon, zeg maar, daarvoor. En dat vond ik gewoon zo leuk. Wat heel goed werkt, is dan als ze met hun hoofd naar beneden liggen, op hun knieën en dan hun gat omhoog. En als je dan je vingers erin steekt en je maakt een kleine opening, dan ga je zien dat het vacuüm wordt doorbroken. Oh. En alles vult met lucht en dat hele ding komt open te staan van binnen. Wow. Ja, dat werkt supergoed. Want ja, dan in één keer dat is een lekker moment dan, denk ik, of niet? Ja, maar dat is leuk. Dat is grappig. En dan heb je ook ineens een overzicht van... Ah ja, ik voel nu waar ik naartoe moet. De richting. Zoveel, ja, gewoon richting. Rechtdoor. En eventueel, als je dan op het einde komt, voelen van... Wat moet ik nu doen? Was er één aflevering die jou echt heeft gepakt? Die echt iets met je heeft gedaan? Ja, ik vond wel bijvoorbeeld... zwanger door misbruik, weet je wel, wel pittig. Zo, ja. Ik was 14. Ik wist bij God niet wat me overkwam. Schat.
Toen was ik nog hut aan het bouwen op mijn 19e. Ja, ik in principe ook. Ja. Alleen ja, toen moest ik in één keer me gaan voorbereiden op een bevalling. Wisten er eigenlijk mensen in je omgeving of bijvoorbeeld in het ziekenhuis dat dat kindje van je stiefvader nee, was? Nee, dat werd eigenlijk gewoon gezegd van, het is van een ex. Dat had jij dus gelogen? Ja, ik moest dat zeggen, ja. Want ik was heel bang om haar kwijt te raken. Ja, je kan het niet echt tegenhouden dat je dan gewoon de hele tijd denkt van, Jezus, wat heb jij een pech gehad, zeg maar, dat. Ja, dat grijpt me dan wel heel erg aan, gewoon omdat iemand dat zelf ook niet uitkiest, zeg nee. maar. Maar wat doet dat dan met je? Ja, ik merk denk ik dan wel dat ik gewoon het heel erg nodig heb om dat te ventileren, zeg maar. En dat ik ook dan in de dagen daarna, en als ik met vrienden ben of met familie of zo, dat ik dan, dat ik ook als daar misschien niet naar wordt gevraagd, dat ik dat echt nodig heb om dat dan even te vertellen. Heb je een gesprek gehad met iemand waardoor je dacht, dit ga ik nooit meer doen? Of hier ga ik nooit aan beginnen? Ja, ik denk wel met GHB. Omdat ik heb het één keer gedaan. Oh, heb ik het toch gedaan. Nee, ik heb dat namelijk één keer gedaan. En toen ging ik er zo slecht op. Ja. En eigenlijk, toen was ik ook een beetje in de verleiding geraakt. Terwijl ik eigenlijk had bedacht dat ik het niet wilde doen. Omdat ik het gewoon een heftig middel vind. En toen had ik wel dat interview met haar. En toen dacht ik echt van, ja, pittige rotzooi. En dat, weet je, nu nog steeds kom ik best wel vaak op plekken waar mensen aan de G zitten. En het kost me geen moeite om daar helemaal vanaf te blijven. Maar ik heb denk ik met iedere drugs dat ik echt veel voorzichtiger ben geworden door spuiten en slikken. En ik denk van die leuke verhalen heb ik geleerd dat het gewoon, dat je jezelf echt rijk mag noemen op het moment dat je een bepaalde fetish hebt. Of dat is gewoon zo leuk dat je gewoon in zo'n hele wereld zit en ja, dan vind ik mezelf zo'n saaie theedoek, zeg maar, dat ik dat dan niet heb. En ook, weet je, dat stuk veroordelen vond ook wel dat er veel, je moet best wel ballen hebben om voor sommige beroepen te kiezen. En dan denk ik, ja, dan kies je al voor sekswerk en dan word je ook nog eens door de hele wereld, word je zo als die hoer gezien. Ja, je hebt gewoon geen idee waarom iets iemand doet en hoe leuk dat dan eigenlijk is of niet leuk of hoe dat dan echt is om te doen. En welk taboe is dan voor jou doorbroken? Nou, ik denk wel dat ik een heel sterk gevoel had bij adult baby diaper lover. Wat dan? Dus bij die age play. Een adult baby diaper lover is iemand die op een bepaalde periode of een bepaalde tijd van de dag teruggaat naar een periode uit zijn kindertijd en daarbij zich verkleedt en ook gedraagt na die bepaalde periode. Ja, ik dacht wel van, wel pittig dat je dan in een luier gaat zitten. En ik dacht ook gelijk van, oh, dan heb je sikke trauma's of zo, dat je dat wil. Of dat zal wel een bepaald type mens zijn. Nou, ik dacht daar gewoon heel negatief over na. En wat ik heel leuk vond, was dat die Max is gewoon echt een mega leuke, lieve jongen. En hij was een soort van heel nuchter erover. En hij zei ook van, oh, nou, ik ben heel veilig opgegroeid. En nou ja, ik vind het gewoon lekker. Het is een soort mediteren eigenlijk. En ja, dat vond ik zo leuk dat in mij zorgt het voor best wel veel frictie, zeg maar. Dat doen alsof je een kind was. Waarom? Ja, gewoon het voelt dan pedo-achtig. En dat is denk ik ook het gevoel wat heel veel mensen erbij hebben. Maar wat gewoon niet aan de hand is. Want zij willen niks met een kind. Maar zij willen gewoon dat kind in henzelf zijn. Daar doe je iemand anders geen kwaad mee. Dit mag je misschien niet zeggen, maar had je één favoriete gast? Ja, ik heb zoveel favorieten gehad. Maar als ik er dan één moet. Nee, ik denk wel dat een video die me ook wel heel erg bijstaat, of is met Brit. Want zij had dus grotere schaamlippen. Oh, ja. Als ik het vergelijk met een, zoals een vriend van mij benoemde, een porno-kutje, vind ik het groot. Ja, heb ik zoiets van. Ik weet nog dat ik ook, toen ik 11 was voor de spiegel stond, dat ik dacht, nah, dit ziet er niet uit. Wat heb ik daar nou weer? Ja? Ja, vreselijk. Ze heeft denk ik een iets wat heel veel meiden hebben, maar wat gewoon best wel spannend is om daarover te praten. En zij kon het ook heel goed beschrijven, van dat dan met fietsen natuurlijk een probleem was. En dus zo'n heel normaal ding, dat maakte zij ook een soort van heel erg leuk, normaal en ja, gewoon haar energie, zeg maar, vond ik echt heel leuk
Wat wel grappig is, is dat veel mensen weten denk ik niet dat ik vroeger jouw redactie heb gedaan voor Juris Date. Dus ik sprak al heel veel mensen voor, maar ik las ook altijd alle comments onder de video. En ik was wel benieuwd, lees jij die comments zelfs ook? Maar wacht, jij raast er nu overheen, want ik vind het inderdaad heel leuk dat jij hebt dat hele vorige seizoen heb je de redactie gedaan. En dat deed je echt fucking goed. Oh, zo, ja. En daarom is het nu zo leuk, vind ik, dat jij dit nu gaat presenteren. Ja, dat vind ik ook. Ja. Vind ik heel leuk. Oké, hey. Nee, maar echt, en ik denk ook dat je daarom, je snapt dit format, denk ik, daardoor ook heel goed. Ja, maar ik vond het ook heel leuk om met je te doen. Oké. Nu wordt het heel lief. Ja. Ja. Nee, maar die comments. Maar ik was, want ik was er altijd al mee bezig. Las jij die comments zelf ook? Bij spannende dingen wel. Dus bij onderwerpen waarvan ik echt hoopte dat er niet gewoon alleen maar drek, zeg maar, over iemand kwam. Omdat ik me er ook wel bewust van ben dat de gast ook naar die comments kijkt. Ik weet wel dat we op een gegeven moment gewoon zo'n comment bovenaan hebben gezet van het is leuk als je reageert en dat vinden we ook heel fijn en laat ook vooral weten wat het met je doet. Maar gewoon echt haatshit halen we weg. Want we willen gewoon niet dat soort, ja, hoe komen we daar verder mee, zeg maar. Ja. En dat was best wel een ding om dat te doen, want dan ga je dingen weghalen. Maar wij dachten wel van ja, we willen gewoon dat deze serie positief is. Ik snap gewoon niet dat je zo lelijk over iemand kan doen, terwijl iemand zijn hart helemaal uitkotst voor je, zeg maar. Dan denk ik, hoe kan je daar nou lelijk op reageren, terwijl het is voor diegene toch ook heel spannend om dat te zeggen. En hoe voelt het dan voor jou nu om definitief het stokje over te dragen? Ja, hij ligt daar op de grond. Het stokje ligt daar. Goed. Ja, voelt echt goed. Geen nostalgie, geen... Nee, ja, tuurlijk nostalgie. En ik denk dat het altijd een hele bijzondere plek in mijn hart heeft. Maar het blijft ook altijd op YouTube. Of willen jullie het wissen? Ja, we gaan het allemaal afhalen. Een schone lijn. Ja. Kijk je een beetje met trots terug op deze serie? Op dit kindje? Ja, zeker. Ja? Want er zijn genoeg inhoudsloze dingen die ik heb gedaan. Nee, bijvoorbeeld, tuurlijk, dat hele drugs. Dat is ook allemaal inhoud van hoe moet je het goed doen. Maar waar ik wel heel trots op ben bij dit programma is dat het zo informatief is. En ook wel echt oprecht, ik denk ook dat de mooiste reacties die ik krijg, bijvoorbeeld op straat als ik die krijg, dan gaat het echt heel vaak over Juris Date. Die inhoud ga ik wel zeker missen, ja. Ja. En waar ben je het meest trots op? Nou, ook echt op het team. Dus Goed dat je het zegt. Ja, goed, toch? Ja. Ja, want ik heb niet altijd jou gehad. Voor jou zijn er namelijk nog veel meer andere mensen geweest. Die gewoon de hele redactie hebben gedaan. En aan de voorkant is het gewoon, moet er echt heel veel gebeuren. Heel veel gesprekken. Dus op het team en op de gasten. Die allemaal langs hebben willen komen en zich veilig genoeg hebben gevoeld om dat te doen. Als jij zelf de gast was bij Juris Date, over welk onderwerp zou jij dan willen praten? Over uit de kast komen, denk ik. Heel boring veilig, antwoord, hè? Ja. Geef eens wat meer. Ja, ik heb geen fetish of iets, dus ik weet het niet. Ik kan hier de BDSM knopen. Ik had gewild dat ik nu iets kon zeggen, maar ik heb dat niet. Dus ja, saai hè? Gay zijn. Dan maar. Scheer jij je anus? Is dit een vraag? Ja. Ik heb nog nooit mijn anus geschoren. Ik scheer zeker mijn anus, ja. Hoe dan? Met een scheermes. Hoe sta je dan? Dit gaat niet over dit programma. Zeg nou maar. Dus hier trek ik de grens. Ook belangrijk, consent is sexy. Dat was hem. Ik krijg nog wel eens dickpics eigenlijk. Ik? Ja. Nee, maar ik zou het wel echt graag willen. Maar ja. Ik denk omdat ik het zo graag wil dat avond. Ben je benieuwd naar het hele gesprek? Check dan onze podcast. Vergeet niet te liken en te subscriben en laat weten in de comments wie jij hier zou willen zien zitten.